Dank u, voorzitter. Een functionerend Dublin is essentieel voor een functionerend Schengen. Dat ben ik volledig met de commissaris eens. En als de situatie in Griekenland het toelaat, is het ook heel wenselijk om de hervatten van de Dublin-regels met betrekking tot terugkeer naar Griekenland weer te hervatten. Aan de andere kant vraag ik me heel sterk af of de wens hier niet de vader van de gedachte is. Ik lees in de aanbeveling van de Europese Commissie zelf, onder andere, op de eilanden bevinden zich 16.000 vluchtelingen, terwijl er plek is voor 8.000, sorry. Er is een wachtlijst van 1.200 alleenreizende minderjarigen op het gebied van gepaste opvang. Veel van de opvangfaciliteiten in Griekenland zijn ondermaats. De hotspots schieten tekort op het gebied van sanitaire voorzieningen en hygiëne. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan uit de mededeling van de Europese Commissie. En de vraag is ook aan de Europese Commissie, hoe realistisch is het eigenlijk dat we over 3 maanden tijd een situatie in Griekenland hebben waarin we mensen daadwerkelijk terug kunnen sturen naar Griekenland? Een tweede punt wat de Commissie hier ook terecht gemerkt heeft, het herverdelen van vluchtelingen vanuit Griekenland naar andere lidstaten gaat nog steeds heel langzaam. Tienduizenden vluchtelingen wachten op het vasteland van Griekenland. Solidariteit is ook een essentiële voorwaarde om een functionerend Dublin-systeem in Europa in de huidige omstandigheden te kunnen handhaven. En mijn vraag is ook aan de Europese Commissie of het überhaupt mogelijk is misschien dat we het hervatten van de Dublin-regels wat betreft terugkeer naar Griekenland alleen voor die landen laten gelden die zelf al een significant onderdeel van hun quota voor het herverdelen van vluchtelingen ingevuld hebben. Dank u wel.